Hebt u die enige levensverzekering die nodig is in leven en in sterven? Is uw paspoort getekend, o oh mens? Gemeente, dat is toch een hoogst belangrijke vraag. Jongelui, die vraag moeten we toch stellen aan elkaar, want ja, je sterft maar één keer. Jongelui, het is geen game. Dan heb je zoveel levens, weet je wel? Dan heb je vier levens of vijf, en dan kunnen we wel eens een leventje verspelen of winnen. Maar het leven is geen spel. Je sterft maar één keer. En de Bijbelgemeente die, die herinnert ons daar keer op keer aan. Gedenk, o oh mens, hoe zwak u bent, hoe kort van duur. Het leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. En, en dan, dan, dan zit je tijd erop. Dan, dan is het klaar. En gemeente, als het klaar is, dan, dan moet je toch volstrekt helder hebben waar het heen gaat en, en hoe het afloopt. Jongelui, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar, maar, maar op een gegeven moment kregen we van die beeld uit de Oekraïne van mensen die omgekomen waren door de oorlog. Dat zag je dan zo achter elkaar in beeld: oude mensen, jonge mensen. En één beeld bleef mij zo. Een, haken, joh. een meisje van 16, gewoon een meid net jullie, zag er dezelfde uit als jullie, gewoon alledaags. En dan staat eronder dat ze niet meer leeft, zomaar van tijd in eeuwigheid. En dan denk je: waar ben je dan? Waar is ze dan? Gemeente, ik ben altijd onder de indruk van, van de gelijkenissen die de Heer Jezus daarover vertelt. Misschien wel het meest van die gelijkenis van de arme man en de rijke, of de arme Lazarus en de rijke man. En de Heer Jezus vertelt dan in die gelijkenis dat ze op een dag beide sterven. En van Lazarus staat dit: hè? En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. In een onvoorstelbare heerlijkheid is hij in één klap verlost van al zijn ellende. En die rijke man sterft ook. En van hem vertelt Jezus. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En hij sloeg in de hel zijn ogen op, waar hij in de vlam verkeerde: in de pijn. En de, en de Heer Jezus laat in die uitermate ernstige gelijkenis voelen aan de mensen dat het dan echt klaar is. Want die rijke man, zo vertelt hij in dit verhaal, die, die schreeuwt om ontferming, die, die wil een druppeltje water vanwege de vlam waarin hij in zit en, en hij wil nog wat dingen. Maar het is klaar, zegt Jezus. Als je sterft, heb je je kans gehad. In de Bijbel staat het zo: het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En dan is het klaar. Niks geen vage vuur. Niks geen tweede kans. Het is dan gebeurd. Nou, hoe zegt u? Uh, dominee, is dat niet een beetje veel gezonder vanavond? Twee weken geleden was het paas. Hè? U staat al tien minuten te oreren over de dood. Is dat niet een beetje aan de negatieve kant vanavond? Nee, nou, nou, ik vind van niet. Gemeente, ik denk dat het juist heel eerlijk is. Eerlijk om te spreken over de gevaren die er zijn, over de zekerheid die je nodig hebt.